een nieuwe vlog van Pamela. Hoi! Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog van Pamela. Dit zijn de bloopers. Ga nou niet eten, ga praten. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Nou, hier kan ik toch echt niks zeggen. Ja, ik ben toch geen vlogger, ik ben bijna. Doe nou! Ik ga het even buiten doen. Nee. Ik kan dat ding toch nergens heen zetten. Ik wou hem ergens heen zetten en dan zo aankomen lopen en zo, oh, hey, hoi allemaal. Hoi allemaal. Dat kan het niet. Oh, je neemt op, of niet? Ja man. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Weekvlog. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar nieuwe. Hoi allemaal. Leuk dat je kijkt naar nieuwe. Hoi allemaal. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe week. Bjorn! Ja! Ik doe het zelf wel. Nee, ik deed het goed. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En we zitten bij Kees thuis. Dat ben ik. Hoi allemaal, hier ben ik. En het is maandag, maar dat weten we nu al. En we zijn bij Kees. Dat ben ik. De Sex laatste, Education ja, we gaan kijken. De laatste twee afleveringen kijken. De laatste afleveringen. Kickstarter. Oh, dat is mijn zus. Mijn zus kijkt dit ook, hoor. Hey. Hoi. Goed, hè, Madij? Daar de Vries! Oké, hier komt een serieuze storytime. Ja. Ik kan dus geen boeren laten. Ik vind dat echt vervelend. Probeer het. Ik kan het echt niet, ik heb het al 100 keer geprobeerd. Eruit. Dat een oprechte poging. Nee. Ik kan het niet! Zoals je kan zien heeft het heel zwaar, dus doneer naar het doel Pamela Kroes voor mentale steun en een vakantie naar Schotland. Ja, waarom Schotland? Dat hebben we net afgesproken. Dat hebben wij net besproken. Ik kan het jullie niet zien. Donker. Ik ben de beer. En ik... Niemand snapt dit. Dat is mijn nieuwe favoriete stem. Moet ik mee. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Bijna niet meer. Nee. Je haar ruikt naar yoghurt. Naar yoghurt? Ja, die drink je. Oh nee, die naar staat yoghurt. Ja, maar dat heb ik niet gehad. Ik wel. Was het lekker? Ja. Nou, Pam. Ja. Wat is er? We zijn er weer, hè? Zo lelijk. We zijn er weer. Ja. Voor als je het afvraagt, ik ben niet meer ziek. Ik moet nog wel soms een beetje hoesten, hè? Ik ben maar de koorts is... Hou je bek. Oké. Ben je moe, Pamela? Nee hoor. Ben je moe? Nee, valt wel mee. Ben je moe? Nee. Waar moest je gapen? Ik moest gapen, want dat moet zo. Weet je hoe raar dit beeld is, want het zit helemaal omgedraaid. Ja, maar het is leuk. Varieer. Variëren. Wat wil je nou zeggen, Kees? Ja, iets van variatie. Krijg je wel eens fanmail? Ooit wel gehad, maar tegenwoordig niet meer. Dus als jullie graag fanmail willen sturen, mag het. Ik zal niet je adres exposen, want dan wil iedereen hier komen, want iedereen is jaloers. Kees, laat je sleutel vallen. Heb je wel eens gefilmd hoe ik mijn sleutel laat vallen? Nee, ga ik morgen doen. Nee, morgen ben ik er niet. Die kalender. Ja, het is een beetje raar. Als mensen denken van, waarom hangt die er? Die heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Oh, ja. Oh, wat zie ik er moe uit. Nou, misschien komt het omdat je moe bent. Ah, ik krijg een kus van Bjorn. Kijk, dit is thumbnail waardig. Kom even bij, jongens. Dit is leuk. Dit is echt heel grappig. even leuk lachen, jongens. Ja. Even. Nee. Kijk even. En waarom voel ik mijn voet nog steeds dat niet? Omdat mijn huid zo donker is. Nee. Vertel even over je issue van vandaag vertellen. In het weekend zeg maar is mijn voet gaan slapen en hij is sindsdien zeg maar niet meer wakker geworden. En nu voel ik zeg maar mijn voet, of ja, de bovenkant van mijn voet niet meer. En ook een stukje van mijn kuit niet meer. En als het morgen niet weg is, dan... Ga je naar de visio. Ja, ga je voet eraf dan gaat, ja, dan ga ik het op, dan ga ik gewoon mijn voet weggooien. Oh ja. Maar dat kan niet, want ik heb maar één hand aan de camera. Ik kreeg je nog even terug.
Nee, ik kan het. Bjorn. Ik wil het niet, ik kan het niet. Ik heb ook maar één hand. Ik ben de beer. Ja, ik ben er aan. Oh, wat moet ik toch met deze mensen? Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik heb vandaag weer school natuurlijk, zoals elke dag. Ik heb vandaag jazz, kennis van het instrument. Dat gaat over alles wat met je stem en alles te maken heeft. En liedinterpretatie. Oh, en ik heb ook nog zangles. Dus ik heb wel een leuk dagje op zich vandaag. Mijn stem moet nog wel een beetje wakker worden, want het is ochtend en heb ik altijd echt een ochtendstem. Maar goed, in ieder geval gisteren was het weer echt heel erg gezellig. Het was weer een chaos op de vlog, volgens mij. Ik ben echt bijna elke dag bij Kees samen met Dirk en Bjorn. En daarom komen hun redelijk vaak in mijn vlogs voor. Wat ik heel erg leuk vind, want ik vind het super leuk om het te editen. Als hun erin zitten en überhaupt. Het is gewoon super gezellig. Dus ja. Ik moet nu even snel mijn tas inpakken, want ik moet zo gaan. En dan gaan we er weer een dagje tegenaan. En vanavond ga ik naar Juri. Dat is ook een vriend van mij. En daar ga ik vanavond even mee chillen. Dus dat is leuk. Ook echt jullie versie, joh. Ja. Dat is een random foto's namen. Even een sfeerbeeldje maken. Ja. Oh, goede sfeer. Sfeer? Ik wilde het net zeggen, waarom lik je? Dat vind ik gewoon lekker. Oké. Nee, maar dat is goed, vrouw, dat is goed. Oké, nou fijn. Fijn. Ja. Leuk. Leuk. Alsjeblieft. Yes. Hij sterft niet schel. Ja, dus gewoon alles om hij scherpt niet zelf. Ja. Nou, datzelfde als je dan zegt wal over je tranen. In plaats van tranen over je wang. Ja, leuk. Hallo, het is vandaag woensdag en het is middag. Ik moet over een kwartiertje ongeveer weer naar school, 20 minuutjes. Want ik heb straks nog tap, maar ik had dus nu even een tussenuur, dus ik ben even naar huis gegaan. Want ik was... Even snel de koelkast zetten. Ik was mijn vlogcamera vergeten en ik wilde mijn vlog online gaan zetten vandaag. Want zoals jullie waarschijnlijk wel merken, upload ik weer woensdag. Het lukt me vaak niet om hem om 4 uur online te hebben, maar... Mijn doel is gewoon dat ik op woensdag, maakt niet uit welke tijd, in ieder geval een vlog weer online zet. Want ik merkte gewoon toen ik op vrijdag uploadde, dat ik het gewoon... Het voelde gewoon niet goed, want ik heb mijn vlogs altijd op woensdag geüpload. Dus het voelde gewoon niet... Het voelde gewoon echt niet goed om het op vrijdag te doen. Dus toen heb ik besloten om gewoon weer harder te gaan werken met editen. En nu edit ik eigenlijk mijn vlogs altijd in het weekend en dan maak ik het dus... Nu dan nog af en dan upload ik het. Maar meestal op maandag en dinsdag heb ik geen tijd om te editen. Of dan vergeet ik het of whatever. Dus doe ik dat altijd op woensdag. Want dan heb ik heel veel tussenuren. Maar het lukt me dus nooit om het voor 4 uur te doen. En dat is wel een beetje stom. Maar goed, hè, ik ben al lang blij dat het me überhaupt lukt om op woensdag te uploaden. In plaats van op vrijdag. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie dat ook chill vinden. Want... Dat is natuurlijk gewoon mijn normale uploadtijd. Ik heb in ieder geval vandaag een heel chill dagje gehad. Ik heb eerst in de ochtend improvisatie gehad. Daarna hadden we weer heel veel tussenuren. Toen heb ik gezongen. Nog aan mijn verslag gewerkt. Ik heb gewoon wel op zich nuttige dingen gedaan vandaag. Ik heb nog pianoles gehad. Nou, nu ben ik dus even thuis en ga ik zo meteen weer naar school voor tap. En ik weet nog niet wat ik vanavond ga doen. Ik ga sowieso na tap naar huis eten. En dan kijk ik nog wel even of ik nog de deur uit ga. Of dat ik gewoon een avondje thuis blijf. Dit was een reactievideo op de vlog van Pamela Cruz. Heel raar uit. Daar vindt iemand uit Lion King of zo. Leuk muziekje, Pam. Oh, wacht, we moeten leuk gedaan. Ja. Voor jouw zoon. Dat is wel een flink stuk eraf, Pam. She pretty. Ik heb deze broek nu aan. Hey, deze ook aan. Wow. Oh god, doe hem uit. Nee. Doe hem al. Wat is je broek? Wil je met me trouwen? Yes. We zijn getrouwd. We zijn getrouwd bij deze. Ja. Maar wil je me wel met zo'n stem trouwen? Ja hoor, ik vind het wel sexy. Hey, spannende tijger van me. Kees, leg die donut terug. Kees, jij gaat nu die donut terugleggen. Dat zijn mijn donuts en ik mocht geen zalm eten van jou. Kees, leg nu die donut terug. Eten. Eet hem op, eet hem op. Dat is zeg maar niet oké. Rot op.
Pot of? Alumni. Pot of pan? Yeah. Hallo. Wat gaan wij kijken? Sex Education. En hoeveelste aflevering? De laatste. We gaan de finale kijken. Het is de laatste aflevering, dus we zijn allemaal heel sad. Dear, je bent over 3 minuten jarig. Oh nee, snel. Haal me weg. Nee. Vanmorgen ben ik nu nog. We worden 21 dit jaar. Want echt, we zijn volwassen ben je dan, hè? Maar echt. Oh, we hebben 3, 2, 1. Ik ga ook knuffelen, doei. Dus, Dirk is nog steeds jarig. Hi, nog steeds. En het is donderdag. En we gaan nu even aan Dirk vertellen wat ons cadeau is. Dus, wat spannend, hè? Heel spannend. Dit ga je niet zien aankomen. Nee, we hebben net een verjaardagscadeau. Ik heb het vooral niet. Ja, wij betalen voor jou. Dat is altijd goed gehoord. Naar Maduro Dam. Gaan. Samen naar Zwitserland! Nee! Naar Walibi Holland! Oh, nee! Naar België! Nee. Oh. Team Snake Queen! Naar ja! Ja! Hey, dankjewel! We love you, you! Met onze Efteling vlog. Ja. Coming soon. Efteling vlog komt eraan. Wel als het pas weer mooi weer is. Ik drink ook elke dag verse jus, ja. Wat is een normale woord voor bewonderbaarlijk? Oh! Hallo beste kijkers van Pamela Cruz en welkom bij deze nieuwe ASMR terwijl jullie naar Bob zijn gezicht kijken. Jullie kunnen zien dat Bob zijn kis best wel goed drinkt en dat geluid ook heel rustgevend kan overkomen. Pamela. Pamela. Life with Pamela. Hoi allemaal, het is vandaag vrijdag en ik ga zo meteen weer lekker naar huis. Ik ben nu nog in Tilburg. Maar ik ga eerst vanavond naar de voorstelling Emma wil leven van Lise Knapen. En dat is een solo voorstelling van haar. En ik weet niet of jullie documentaire hebben gezien over Emma wil leven. Ik heb hem wel gezien. Het gaat dus over Emma die anorexia heeft en daar heel erg mee vecht. En die documentaire is echt heel erg mooi. Wel heel heftig. Hele interessante, mooie documentaire. Ondanks dat die zo heftig was. En daar is nu dus een theatervoorstelling van gemaakt. Die Lise Knapen dus speelt. Daar ga ik vanavond heen in Amstelveen. En ik ben super benieuwd hoe dat zal zijn. Super excited. Ik laat jullie vanavond of morgen nog wel even weten wat ik ervan vond. Ben je benieuwd, man? Ik ben zeer benieuwd. Echt waar? Ben je ook weer blij om mij te zien? Ja. Wel een beetje. Ik ben zeer benieuwd. Zeer benieuwd naar mij. Ja. Ja, oké. Okay. Met jou. Nee, ik ben echt heel benieuwd naar de voorstelling. Ga straks laten weten wat ik ervan vind. Ja. Oké, het is inmiddels de volgende dag. Het was gisteren heel laat en heel donker, dus ik wilde even niet meer vloggen. Maar ik wil jullie natuurlijk nog even laten weten hoe Emma wil leven was. Het was echt intens mooi. Sowieso is Lise Knapen gewoon echt bizar goed. Hoe zij zo'n voorstelling weet neer te zetten in haar eentje vind ik echt, echt bizar. Het was gewoon echt heel erg goed. Echt heel mooi neergezet, heel mooi gespeeld en gewoon echt zo'n goede actrice. Echt. Daar kan ik echt een voorbeeld aan nemen. Dat meen ik echt. De voorstelling zelf was gewoon zo mooi. En die gedachten die ze zeg maar speelde van iemand met anorexia is echt zo heftig om te zien. Hoe dat in zo'n hoofd eraan toe gaat. En ja, ik vond het gewoon heel, heel, heel mooi. En ook heel heftig. En ja, ik vond het gewoon heel erg mooi. En iedereen die liep ook echt muisstil de zaal uit. Dat vond ik ook echt heel bijzonder. Toen de voorstelling was afgelopen, het was gewoon echt helemaal stil in de zaal. En niemand zei eigenlijk iets. En dat vond ik heel, heel apart. Want dat maak je niet vaak mee. Dus ja, als je de kans nog hebt, ga er hier zeker heen. En speelt echt nog door heel Nederland. Want ze is echt nog maar net begonnen.
Dus je moet even naar de website van Solo Stories gaan. En daar staat de speellijst op van wanneer het allemaal speelt. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Maar ga dat alsjeblieft zien, want het was echt zo mooi. Vandaag ga ik naar Alkmaar, want ik ga daar met twee meiden afspreken. Wij gaan samen een klein projectje opzetten. Daar wil ik nu nog niet te veel over vertellen, omdat we echt nog in de super, super beginfase zitten. Maar het is echt super leuk en ik kan echt niet wachten tot het, zeg maar, echt werkelijkheid wordt. Ja, dit is natuurlijk super vaag, maar ik kan er eigenlijk gewoon nog helemaal niks over vertellen. Maar ik vind het super leuk en super spannend en ik hoop heel erg dat jullie er ook enthousiast van worden. En ja, ik heb vandaag dus eventjes een afspraakje met hun om ja, dingetjes te overleggen. Dus daar heb ik ontzettend veel zin in. En ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat worden. Dus ja, heel vaag dit. Maar jullie gaan er hopelijk snel meer over horen. Dus nog even in spanning houden. Mijn afspraakje is geweest en het was echt super leuk. Ik kan er gewoon nog steeds niks over vertellen, omdat ik het nog een beetje geheim wil houden. Maar ik ben super excited en ik kan echt niet wachten dat ik dit met jullie kan delen. Dus ja, het was echt heel erg gezellig en ja, ik kan er gewoon niks delen, dus het is een beetje vaag. Maar ja, jullie gaan er binnenkort echt meer over horen. Maar ik ben super excited en ik hoop zo dat jullie dit ook leuk gaan vinden. En nou ja. Ik kan gewoon niet meer vertellen, maar ik hoop dat jullie hem in de gaten blijven houden op Instagram en YouTube. En dan gaan jullie het vanzelf horen. Dus ja. Ik kan jullie natuurlijk wel een kleine tip geven. Het heeft te maken met een eigen collectie van iets. Meer ga ik niet verklappen. Dus hou me gewoon in de gaten op social media en dan komen jullie er vanzelf achter. Maar ik ben mega excited. Dus ja. En ik ga nu weer lekker naar huis. Ik ben nu onderweg naar het station. En dan ga ik straks lekker thuis even dingetjes achter de laptop doen, denk ik. Ik moet nog mijn video editen. Mijn weekvlog. Ja, ik heb nog wel genoeg dingen te doen. Misschien voor school ook nog wat. Het is wel fijn dat het is nu namelijk 3 uur of zo. Dus ik ben rond 4 uur thuis, denk ik. Dus dan kan ik gewoon nog even wat dingetjes doen. Dus dat is heel erg fijn. Nou, ik ben echt helemaal happy. Ik vind het echt zo leuk, dit soort projectjes. Maar goed, ik mag er niet te veel over praten. Want dan maak ik jullie veel te enthousiast. Terwijl jullie nog niks weten. Dus ik ga nu stoppen met vloggen. Hoi allemaal, het is vandaag zondag. En het is, nou, het is eigenlijk officieel geen zondag meer. Maar goed, we doen even net alsof dat het nog zondag is. Ik ben weer in Tilburg. Ik ben de hele avond bij Bjorn thuis geweest. Maar goed. In ieder geval, ik ga nu naar mijn bed. Mijn bed is nog wel echt een troep. Dan moet ik nu nog opruimen. En dan ga ik heel snel mijn bed in en slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze nieuwe... Wat? Oh, dat komt echt omdat ik heb geëdit. Oké. Okay. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Timing, want mijn camera is bijna leeg. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!